Ik ben Jimmy Kemink. Ik heb een bedrijfje in groen en natuur. En een onderdeel daarvan is het beheren, begrazen met schapen. Wat schapen anders doen dan maaien bijvoorbeeld, is ze beheren het langzamer. De overgang in een gebied is langzamer. Met maaien kan het in 10 minuten een heel gebied veranderen. En schapen doen daar gewoon 14 dagen over. En dan is het voor de natuur makkelijker om aan te wennen dat het de overgang anders is. Ik kom hier graag omdat dit een bijzonder stukje Berkel is. Doordat het een zandvang heeft het veel dynamiek en zie je veel verschillende diersoorten en planten. We hebben de kwak gezien, en dat is een vogel, een kleine reigerachtige. Groenpootruiter is heel bijzonder. De otter hebben we hier. Dus die hebben we opnames van met een wildcamera. Het is een geweldig gebied. Ja, ik vind het een bijzonder stukje omdat het zo dicht bij ons huis is. Dat ik het mag beheren samen met andere mensen. Wat het met me doet en wat voor gevoel het me geeft is... afgezien van de rust wat hier uitstraalt... is ook dat het mij heel erg het gevoel geeft van vriendschap. Omdat... met degene waar we het mee beheren, dat echt, dit is waar die vriendschap is ontstaan en de plek waar je dat ook misschien wel het meeste ervaart.